Poppo is de VZ2 en een sociale onderneming die ratten gebruiken om door middel van de geurcapaciteiten van die ratten ofwel landmijnen te gaan zoeken ofwel stalen van tuberculose te kunnen herkennen. De hoofdzetel is in Afrika, daar worden ratten getraind en daar zijn in Tanzania en in Mozambique zijn de meeste activiteiten voor het moment. We doen verschillende dingen. We zoeken achter landmijnen op plaatsen waar we vermoeden dat er mijnen zijn. Daar kunnen die ratten doen wat men op andere plaatsen ook probeert te doen met honden. Alleen kunnen we die ratten veel gemakkelijker trainen en hangen we niet telkens af van dezelfde persoon om met die ratten te werken zoals dat wel het geval is bij honden. Dus we kunnen daar efficiënter mee werken. Die ratten die gebruikt worden zijn Afrikaanse hamsterratten. Dat zijn grote ratten die de natuurlijke neiging hebben om voedsel bijeen te zoeken, te gaan verstoppen en het achteraf op de geur te gaan terugzoeken wanneer dat ze het nodig hebben. Voor tuberculose doen we iets helemaal anders. Voor tuberculose werken we in de tweede lijn, zoals men dat noemt. Dat wil zeggen dat stalen die uit de ziekenhuizen komen van patiënten die verdacht zijn voor tuberculose, dat die naar het laboratorium komen van Apopo. En daar worden die allemaal in standaard potjes aangeboden eigenlijk aan de ratten. De ratten zijn getraind op de geur van de fluimen van mensen die TB hebben. En gaan aan al die potjes ruiken en op het moment dat zij die geur herkennen van iemand die TB heeft, geven zij een bepaald teken, ze beginnen eraan te krabbelen. Op dat moment weten we, dit is een verdacht potje. En daar zien we toch dat de ratten zeer efficiënt zijn en elke week wel enkele tientallen nieuwe patiënten ontdekken die door de eerste screening in de ziekenhuizen zijn uitgevallen. We hopen eigenlijk dat we met deze actie dat we een aantal peterschappen kunnen realiseren voor de training van ratten. Een rat trainen en ze operationeel maken zodat ze kan werken in ontmijning of in TB-detectie kost ongeveer €5.000 in totaal. We hopen dat de 9 faculteiten van de Universiteit Antwerpen er allemaal in zouden lukken van allemaal één rat te adopteren.